Je bent echt een snot af. Ja, dat ben je zelf. Ga je ophangen. Yo, ik ben Chesto en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. Vandaag ben ik hier met mijn neef Dilano. En we zitten, daar zit Jackie en hier is JC. Maar ik vind dit moment een verjaardag en we gaan een verjaardagsprank al doen. Jullie hebben natuurlijk weer genoeg woorden ingestuurd via Twitter, dus het zijn er genoeg om op te noemen. En wij gaan eventjes een leuk restaurant bellen. Dus als jij deze even een beetje beter houdt, dan kan ik alle woorden goed pakken. Dus druk maar op bellen en op luidspreker. Dan gaan we beginnen. Gaan we. Ik ben zo benieuwd of het een man of een vrouw is. Eerste woord is filet. Als iemand opneemt, hoort het niet via dit ding. Hallo? 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 We gaan even een ander nummer bellen, dus tot zo. Okay, we gaan weer opnieuw dus. Ik heb nu Breaking Milan. Nee. Zo. Dan hoor je het slecht. Goedenavond. Hey, goedenavond met Breaking Milan. Ja, hallo. Hey, ik wil graag een bestelling plaatsen. Ja, zeg maar. Hebben jullie ook paardenvlees of is dat niet verkrijgbaar bij jullie? Nee, helaas. Oké, hebben jullie wel filet? Ja. Kipfilet, hebben jullie dat? Ja. Krijg je dat in een smikkelbakje of op een bord gewoon als je dat bestelt bij jullie? Wacht even, ik moet het lukken. Momentje. 6.5 hours later. Hallo? En de hand is op, jongen. Wat de fuck is het? Ik had er hoeveel? 1, 2, 3, 4, 5. Kijk, we gaan nog één keer doen en dan is die aan. Bij deze toch? Hè? Nee, wij hebben er 5, dus we gaan nog één keer doen en dan nog is die aan. Zoeken. Hè? Ja, zoek er nog eentje, jongens. Tot zo! Oké, okay, Dilan is aan de beurt. Let's go. We bellen nu Japanner. Goedenavond, Japan, Stefan Bonno. Hallo, u spreekt met Verrekte Koekwous. Hallo. Ik wil graag een bestelling plaatsen. Wat wilt u hebben? Maar mijn KD is wel 420. Zijn heel slecht. Hebben jullie een uitgerekte baarmoeder? Sorry? Do you like that booty? Hallo? Behangverwijzing als je... Wat dacht ik? Sperma. Verstaat u me nog? Bent u daar? Ja, hebben jullie ook paardenvlees? Ja, bij de slager. Bij de slager, maar zijn jullie een slager dan? Nee toch? Nee, we zijn hier van restaurant. Nee, daarom, verkopen jullie vis? Nee, ik verkoop sushi. Sushi? En een appelvlam? Wat zeg je? Je bent echt een snot af. Ja, dan ben je zelf. Ga je ophangen. Dag. Dag. Doei. Let's go, deze was goed. Oké, nu wil ik nog een keer, oké? Ah, joh. Oké, zoek weer een nummer op. Jackie, heb jij nog een nummer? Oké, we gaan nu een Italiaan bellen. Daar gaan we. Je moet het doen via dit ding. Als we opnemen dan met die Amsterdammers. Goedenavond. Goedenavond met Koeikut. Kan ik bij jullie nog wat bestellen? Nee, we hebben zorgen niet. Oh, maar kan, kan ik nog afhalen bij jullie? Nee, we doen ook niet een afval. Oh, wel gewoon een restaurant komen eten, toch? Wat zegt u? Ik kan wel gewoon bij het restaurant komen eten als ik wil met mijn familie. Vanavond zijn we volledig volgeboekt, maar u kunt wel een andere avond bij ons komen dineren. Oké, okay, want ja, ik ben eigenlijk wel een, op zoek naar een goede, ja, goed restaurant. Dus wat verkopen jullie allemaal als ik graag mag? Want ik wil met mijn familie gaan eten omdat ik jarig ben, maar ik wil lang zeggen geheim houden als ik begrijp wat ik bedoel. Oké. Okay. Ja, op ons internetsite kun je vinden wat we allemaal voor gerechten serveren, maar we serveren uitsluitend pasta. Ja.
Dus ik zou gewoon even online kijken en dan kan je even zien wat voor gerechtjes er reserveert. Oké, dat is op zich wel goed. En ja, voor de rest, u verkoopt geen behang voor bij de machine, toch? Wat zegt u? U verkoopt geen pizza's, of wel? Nee, we hebben geen pizza. Het sluit de pasta. Ah, appelflop zeg. Voor de rest, gewoon wel diverse soorten pasta's. Wat zegt u? U heeft wel diverse soorten pasta's. Jazeker, staat ook op internet op ons site. Oké, maar dat, kan ik daar alles vinden, ook of jullie paardenvlees hebben? Want ik ben daar namelijk allergisch voor. Okay, nee, dat hebben we niet. Oh, gelukkig, want anders krijg ik er echt een uitgerekte baarmoeder van. Snap je dat? Ja, begrip, daar heb ik zeker begrip voor. Ja, mijn KD is ook 420, vandaar juist. Ja, maar dan kom ik met mijn verrekte koekbouwfamilie langs. Oké. En dan gaan we even, als het kan, bij u dineren als het mag. Ja hoor, ik kan echt online een reservering maken, dus dan zie je. Oh, verder, dat is leuk jongen. Maar dan kan ik gewoon met 8 man langskomen ofzo. Zeker, u bent meer dan welkom. Als u een reservering maakt, bent u, zou ik aanraden, dan bent u meer dan welkom. Ah, dat is echt gewoon schaamlijk. Dat vind ik echt cool man. Oké. Dus... Dan zien we uw reservering dat moet en dan wens ik u nog op weg gaan. Oké, dus u verkoopt ook nog eens filet of kan ik dat ook gewoon op de site zien? Wat zegt u? U verkoopt ook kipfilet of komt dat niet bij van die dingen? Nee, we hebben geen kipfilet. Ja, mijn naam is namelijk Breaking Milan, vandaar juist. En ik krijg het eten in de mand of krijg ik het in om een bord, laat me zeggen? Het ligt eraan wat u vertelt. Oké, want ik wil graag met mijn dikke BMW komen, want die heeft mijn vader laatst gekocht. En dan kom ik heerlijk spaghetti bij jullie eten. Ja, dat is prima. En dan kan ik ongeveer met 20 familieleden komen. Dat is prima. En dan kom ik ook vis eten, vis met spermasaus en doe je like the booty. En meneer, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek, dus is u te reflecteren dat het goed? Oké, dankjewel voor je tijd. Dank u, hoi hoi. Allemaal moorden! Oh! Deze fan bleef zo lang doorpraten. Hij wist sowieso dat het prank was. Ja, denk dat. Ik vond het zo mooi, jongens. Let's go. Ik heb als eerst alle woorden. Dus we gaan nu nog één keer naar Dylan luisteren en dan is deze video erop. Dus jongens, tot zo. Oké, dit is de laatste kans voor Dylan dus om alles los te krijgen. Daar gaan we. Ook niet zin meer aan. Nee, doe goedenavond. Hallo, ik spreek met Verrekte Koekwous. Ik heb een vraag of ik bij jullie aan kan schuiven morgen. Wat zegt u? Ik kom morgen met 20 personen. En we nemen ook een appelflap mee. Maar kunnen we morgen bij u aanschuiven in uw restaurant? Wat kom je morgen doen? Zeg het nog eens een keer. Ik kom met een faggot langs om vis te eten bij jullie. Ja, ik sta er niks van. Ik ga nu even weglopen. Nou, nog één keer. Zeg het nog eens. Heeft u filet als ik morgen kom eten bij u? Nee, ik heb morgen pas plaats om 8 uur, voor de rest zit erbij vol morgen. Om 8 uur, en krijg ik daar een smikkelbakje bij of niet? Oh nee, wat zijn er nou, hebben we een beetje tijd veel of wat is het probleem? Ik heb een hele grote koeienkut. Ja, manneke, hé, ga iets anders doen als je... Ik ben een snotaap, ik weet het. En hij is opgehangen. De Belgen kunnen onze humor dus niet begrijpen. Andere Belgen natuurlijk wel, die naar mijn video kijken. Dus jongens, mocht je nou wel genoten hebben van deze video, laat even je blauwe duimpje omhoog achter. 150 likes zal awesome zijn. En ja, Jackie zit daar helemaal kapot gegaan. Dus jongens, super bedankt voor het kijken in deze video. Ik heb het bakje helemaal leeg gekregen. Die naar ben is bij de tweede keer ook best wel ver gekomen. Dus jongens, bedankt voor het kijken in deze video. En tot de volgende keer. Later!